Het ideaal van denk, daar kan ik nog steeds achter staan. Maar de manier waarop denk dat ideaal probeert te realiseren, daarvan krijg ik toch steeds meer signalen dat mensen dat als polariserend ervaren. En als je polarisatie wil tegengaan, dan moet je er natuurlijk niet aan meewerken. Wat is de directe aanleiding voor u om nu de partij te verlaten? In de afgelopen periode, sinds mijn aantreden bij DENK, heb ik ontzettend veel warme en liefdevolle reacties ontvangen. Maar zoals iedereen weet ook heel veel haat en zelfs bedreigingen. Juist op zo'n moment is het wel belangrijk dat je je binnen een partij geborgen kunt voelen. En het gevoel hebt dat je er niet alleen voor staat. Daarin ben ik wel teleurgesteld bij DENK. Want hoe reageerden de collega's bij DENK op de bedreigingen die uw krant ook uitkwamen? Op het moment dat de bedreigingen eigenlijk tot een hoogtepunt kwamen, heeft de partij contact gelegd met de NCTV en zijn er maatregelen afgesproken om mij te beveiligen. Maar nog voor die maatregelen goed en wel in werking waren getreden, merkte ik dat DENK vooral bezig was met het vieren van de media-aandacht daaromtrent dan met mijn welzijn. Want u hoorde niks van hen? Ik heb al een hele tijd geen contact meer gehad met Tunan Kusu. Nou, wat voor bedreigingen, waar heeft u mee te maken gekregen? Ja, de bedreigingen waren van allerlei aard. Voornamelijk racistische en seksistische bedreigingen. Mensen hebben mij de meest afschuwelijke verkrachtingen toegewenst. Maar ja, natuurlijk ook gewoon de dood toegewenst. En sommige mensen zijn erg kleurrijk in hun beschrijving van hoe zij dan graag zien dat dat gebeurt. Geen reden om te denken, nou ja, dan stop ik er maar mee, want dit is het me niet waard. De bedreigingen zijn voor mij nooit een reden geweest om te denken, dan stop ik er maar mee. Mijn idealen zijn groter dan mijn angst. Tegelijkertijd vind ik wel dat, ik heb me op enig moment afgevraagd, is dit het me allemaal waard? En het is het me waard, maar dan wel voor 100% van mijn idealen en niet een gedeelte daarvan. Die hoopt u met uw nieuwe partij beter te kunnen realiseren. Wat wilt u bereiken met uw partij? Waar staat de partij voor? De partij staat voor artikel 1 en daar is eigenlijk alles mee gezegd. Artikel 1 is het fundament van onze rechtsstaat en bepaalt dat wij allen gelijk zijn en ook allen gelijk behandeld dienen te worden. En dat is wat volgens mij op dit moment het meeste onder druk staat. Ik denk dat het belangrijk is dat er een partij is in Nederland die elke beslissing die wordt genomen in de politiek toetst aan artikel 1. Gebeurt dat niet genoeg? Er zijn er ontzettend veel politieke partijen. Komt er nog één bij, zullen de kiezers denken? Ja. De huidige gevestigde partijen hebben toegestaan dat de verrechtsing heeft kunnen plaatsvinden in Nederland. En ik denk dat de tijd is voor een sterk tegengeluid. Heel veel partijen prediken antiracisme, maar staan vervolgens wel toe dat er sentimenten genormaliseerd worden die daar haaks op staan. Er wordt in de politiek heel veel gesproken over mensen, zeker over gemarginaliseerde groepen. En het is tijd dat die mensen nu een plek aan tafel krijgen als volwaardige gesprekspartner. In Nederland wordt al 20 jaar over migranten gesproken. Het wordt tijd dat we ook met elkaar gaan praten. Wordt artikel 1 een migrantenpartij? Nee, artikel 1 is er voor elke Nederlander. En voor elke Nederlander die het belangrijk vindt dat we vanuit gelijkwaardigheid, via saamhorigheid, op weg gaan naar groei. Zijn de collega's van DENK al op de hoogte? Nee, ik heb besloten de collega's bij DENK niet van tevoren in te lichten. Ik heb natuurlijk de afgelopen maanden van dichtbij kunnen zien hoe DENK in staat is om de media te bespelen. En ik dacht dat het een veiliger zou zijn om eerst mijn plannen goed rond te hebben, dat te delen met mijn achterban en het publiek. Want waar bent u bang voor dat dat DENK doet als ze dit horen? Ja, ik ben niet bang voor wat DENK zal doen. Maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat ik de kans krijg mijn verhaal te vertellen, zonder dat dat van tevoren gemanipuleerd of geframed is. Wat voor reactie verwacht u? Ik denk niet dat ze blij zullen zijn bij DENK. En heeft u al wat mensen op het oog? Ik ben al met wat mensen in gesprek. En ja, dat is een hele spannende fase natuurlijk. Ik hoop daar binnenkort meer over te kunnen vertellen.